Een hele goede morgen. Goedemorgen, Jules. We zijn wakker geworden hier in Center Parks. We zitten in de campervenne. Moest even nadenken, maar we zitten dus in de campervenne. Gisteren zijn we aangekomen en het is allemaal heel snel gegaan, want de dag was zo om. We hebben toen even de dome verkend en we hebben de glijbanen gezien. Speciale glijbanen, hè, Jules? Ja. We hebben ook de kinderboerderij gepasseerd, maar we hebben geen tijd gehad om echt over de kinderboerderij te lopen. Dus dat moeten we ook gewoon nog doen. En wat ben je mee aan het lachen? Wat is er? Mama doet gek. Mama staat buiten. Vind je weer allemaal leuk, hè? Dus vandaag gaan we echt wel eens grondig het park verkennen. Het is nog vroeg in de ochtend. Jules is ook al lekker wakker. Hij heeft hier in zijn bed geslapen, die we naast ons bed hebben gezet. En we hebben hem 's morgens, een paar uur geleden hebben we hem bij ons in bed genomen toen dat hij zijn eerste papje nodig had. En na zijn papje is hij terug in slaap gevallen en toen lag hij tussen ons en toen hebben we hem een beetje laten liggen. Ja, en dat was lekker, hè, Jules? Kijk, zie, we hebben hier een rijkelijk gevulde ontbijttafel. Njami, njami, dat ziet er hier goed uit, hè? En er is niemand richting dan een keer de bakker of het winkeltje moeten gaan, hè? Nee, dat ben je hier gewoon, hè. Steken ja. Dat in uw karretje. Je kan zo'n karretje buiten zetten. Zo'n caddietje. Een caddy. En dan steken ze dat 's morgens de broodjes erin. Heel gemakkelijk. Ja. En Jules. Kijk, Jules, voor jou is er ook iets bij, hè? Een fristie, ook nog een yoghurtje, een paar sandwichjes, ook nog gewone broodjes eventueel als je wil. Hey, lekker, lekker zeg. We gaan eventjes hier een beetje rondwandelen op het park. Met onze Jules erbij. Goed kijken, hè, wat we allemaal tegenkomen. En we wandelen eigenlijk richting de kinderboerderij. We zien dan wel wat we nog allemaal op ons pad komen. Hè. Waar zijn we nu? Hè? Bij de otters. Mooi, die hè? Zijn hier ook. Die gaan ze hier eten geven. Ja. Yeah. Maak een raar lawaai, hè? Is het aan de weg? Kan je niet goed zien door dit? Wat even naast. Ziezo. Een beetje. Vind je ze mooi, de otters? En heb je hier de vissen ook nog gezien? Ja. Hè? Hier in het water. Ze zijn hier voorbij aan het zwemmen, hè? Ze krijgen nu eten. Zie je het, jongen? Dat was leuk, hè, Jules? Die otters. Hey. Ja, hè? En nu gaan we onze weg vervolgen. Hè. Hier een beetje verder heb je de kinderboerderij. Zo tussen nog het activiteitenpark hier, buiten dan toch. Waar dat je zo een heel parcours hebt. Ja, op het water. Doet mij zo wat denken aan Wipeout, televisieprogramma van vroeger. Waar ook kandidaten dan eigenlijk een parcours hadden. Die ze moesten afleggen zo op boven het water eigenlijk. Hè. Het ziet er heel avontuurlijk uit. En ik denk dat net zoals op televisie het er veel makkelijker uitziet dan dat het is. Het ziet er best pittig uit hier. Ja, we zijn aangekomen aan de kinderboerderij. Ben je klaar? Je gaat eruit nu, hè? We gaan jou loslaten. Nee. We hebben ook babygeitjes, staat er. Ja. Yes. Ah, kipjes. Nee, dat zijn niet echte. Hier, ga maar hier eens gaan bijzitten. Verraden. Dat zijn mooie geitjes, hè? Oh. Wie ben jij? Nee. Lief zijn, hè? Daar zijn geitjes.
ruikt een beetje naar geitenkaas. Liefje voor het geitje. Zo, het geitje komt ook kijken bij jou hoor. Oeh, zegt het geitje kittels. Naar waar ga je rijden? Met de grote tractor? Toet toet! Vond je het leuk? Vond jij het leuk? Ja, denk ik dus. Er is trouwens hier ook nog een strand. Leuk springkasteel. Een barretje daar. Ook nog wat tafeltjes, stoelen. Waar je dan lekker kan genieten van een drankje. Mooi uitzicht hier op het water. Leuk. Dit nemen we vaak mee op vakantie. Gewoon een leuk parkje. Handig. En dan weten we dat hij daar niet uit kan komen. Het is hier wel kindvriendelijk en alles, maar we vinden het toch net wat veiliger voor onszelf en voor hem. En eigenlijk vooral voor hem. Iets meer rust. Dat hij er niet zomaar kan rondkruipen. En wat ik zeg maar iets, hij kruipt hier dan bijvoorbeeld rond. De deurtje open, zit erin, zit er toch een paar dingen in. En goed, ja, ik zou kunnen zeggen, ja, maar dan hou je hem toch in toog. Maar je kan niet continu hem in toog houden. Er is altijd wel... Als maar 5 seconden, dat kan soms al genoeg zijn dat je eventjes naar het toilet moet of je moet iets uit de koelkast nemen, dat hij dan iets zo zou kunnen doen. En uiteraard, we spreken uit ervaring, dus daarom hebben we dit ook gewoon hier gezet. Er is ook plaats voor, dus allee, het is gewoon heel erg handig. En hij vindt dat ook gewoon leuk hoor, hij speelt daar heel erg graag in. Mocht hij er nu heel zitten in te huilen, dat is iets anders. We zijn trouwens nog wat de restjes aan het opeten van gisterenavond. Ik heb gisteravond nog tacos gemaakt. En ze zijn hier al met nieuwe eten eigenlijk. Dat is al voor vanavond. Yes. Ja. We zijn dat niet zelf gaan halen, ze hebben dat hier gebracht. We hebben dus eigenlijk een table cooking besteld. Yes. En dat is dus een gourmetstijl hebben we in dit geval gekozen. Ja. Dan leveren ze eigenlijk alles aan je cottage. We hebben stokbrood, verlengkabel, het stelletje zelf. En ik denk dat hier ook nog de groentjes zullen zitten. Even kijken. Wat is er allemaal geleverd? Een kleurplaat. Voor Jules zijn. Voor Jules. Of voor ons misschien als we zin al hebben. Huzarensalade, groentjes, nog wat op een rauwkostschotel. Heel handig ook. Zelfs nagedacht aan vetstoffen om op de plaat te doen. Dessertjes voor ons allemaal. En dan de vleesjes. Yes. Ja, en dan, dit is volgens mij nog een kidsbox. Volgens mij zitten niet zoveel in zo'n speeltjes in zitten of zo. Eens kijken. Ja, ik weet niet. Nou ja, zie je. Jules is er nog geleverd, een bellenblaas. Wauw. Een raak kindercola drankje. Oké. Een pannenkoekenmix. Ja. Yeah. Hey. Melk is verwerkt, pannenkoekenmix denk ik. Ook nog kleurtjes. Een haarslagje. Milky Way. Amai. En ik denk dat er ook nog daarbij ook nog een sandwichje bij zat. Dus amai. Zeg, dat is top, hier, hè? Hey, wie gaat er voor de allereerste keer fietsen? Wij, hè? Ja, Jules. Ja. De allereerste keer op de fiets bij papa. Voilà, voilà, voilà. Opsa. Even draaien. En we gaan het kijken dan. Hè. Ja. Spannend hoor. Ja. Hey, mama haalt ons wel in. Ja. Leuk hè? Jee, leuk hè? Juleke, onze Jules is in slaap gevallen op de fiets. En dat mocht eigenlijk niet, stond er online. Nee, dat is niet zo goed. Maar ja, ik hou hem daar gewoon maar tegen met dit hand. Allee, met dit hand. Ja. En rijden, dat kan niet. Hij is zijn rugje goed en dat is goed voor zijn nekje dan. Ja. Als hij voorover ligt of naast ligt, dat is niet goed voor zijn nek. Hè. Maar allee, een skapoentje. Ja. Hij slaapt krijgen, zo schattig. Hij slaapt eigenlijk leuk. Wanneer hij niet moet slapen. En wanneer hij wel moet slapen, slaapt hij dan weer. Ja, nee. Moeilijk. Moeilijk. Weinig. Weinig. Maar allee, dat is heel slecht. Wij moeten recht zitten hè, met zijn hoofd.
lekker. Fietsen is goed gegaan. We hebben hem hier geparkeerd, zijn in de cottage gegaan. We hebben Juno wat eten gegeven. En dan was hij moe. Hij gaf aan, hij begon dus zijn oogjes te wrijven. Dat hij het fietsen toch wel wat indrukwekkender vond dan... Ja, of wat spannender misschien ook wel dan dat wij gedacht hadden. Dat hij toch heel wat losgemaakt. Hij was niet echt aan het lachen of zo in de fiets. Hij hield zich heel stevig vast. Want hij heeft niet de hele trip geslapen. Hij heeft dan ook weer terug wakker geworden. Het was voor hem spannend. Het was voor ons spannend. En het was eventjes concentratie bij Jules. Hij was echt zo aan het rondkijken van wat gebeurt er eigenlijk? Wat zit ik een keer te doen? Hij zat niet helemaal op zijn gemak. Dus ik denk dat hij daarvan nu ook wel goed zal slapen. Ligt daar in de kamer. Hij is echt al weken niet meer zo vroeg gaan slapen. Dus ik ben heel erg blij. We zullen zien of dat ook zo blijft. Ja. Dat hij ook echt gaat blijven slapen. Of dat dit maar gewoon een dutje was. Ik weet het niet. We zien het wel. We gaan eten. Kijk ze, alles ligt hier klaar. Table cooking. Kan je gewoon boeken eigenlijk en dan komen ze dat brengen. Maar het ziet er allemaal heel erg goed uit. Deze middag hebben ze het gebracht. En we gaan er lekker van schmikkelen en schmullen. Morgen zijn we er weer voor een nieuwe video. En dan gaan we een activiteit doen. Dat hebben we geboekt gisteren. Voor wie het gisteren gezien heeft, weet wat we morgen gaan doen in de vlog. En we moeten er vroeg voor opstaan. Tot morgen.